Nou ja, Spanje lijkt nu de favoriet voor zondag. Maar het is eigenlijk net als bij een talentenjacht. De favoriet in een finale wordt vaak heel nerveus. Terwijl de niet-favoriet daar een soort relaxedheid door krijgt. Van nou ja, we gaan er gewoon voor. En het zou niet de eerste keer zijn dat dan die niet-favoriet er dan met de bokaal vandoor gaat. En ik hoop dat zondag ook gaat gebeuren met Nederland. Dat we gewoon dat kampioenschap gaan winnen. Ik ga voor 2-1 met Nederland. Het wordt heel spannend. Ik had liever Duitsland gehad, zeg ik heel eerlijk. Waarvoor twee aanvallende ploegen tegen elkaar, Spanje en Nederland. Dat kan wel eens een rare wedstrijd worden. Ik ben eerlijk gezegd blij dat we niet tegen de Duitsers hoeven. En niet zozeer omdat ik dacht van ja, die kunnen we niet hebben. Maar ik vind dat gewoon te... Ja, voor mijn eigen gemoedsrust kan ik dat gewoon niet aan. Ik vertrouw die Duitsers qua voetbal gewoon niet. Bovendien zei mijn moeder, ik kan het gewoon niet aan. Ik krijg een hartverzakking als we weer tegen Duitsland moeten. En zeker dat de 6 jongens van Barcelona meespelen, dat vind ik toch wel best wel gevaarlijk. Een hele belangrijke taak weggelegd door Van Bommel en De Jong. Waarvoor het middenveld Spanje is voor mij het sterkste middenveld van de WK. Ja, als die gasten voor 200% staan, dan worden we wereldkampioen. En winnen we na de verlenging met 2-1. We gaan het heel zwaar hebben en we gaan wel uiteindelijk winnen. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het na 90 minuten 1-1 is. Dan wordt het verlengen. 5 minuten voor tijd in de tweede verlenging maakt Robin van Persie 2-1. Dan trekt de scheidsrechter nog 3 minuten extra bij. Dan krijgen we een stormloop van Spanje met allemaal hachelijke situaties. Bal van de lijn, weet ik wat. Maar we halen het wel. Geen strafschoppen, want dat trek ik niet. Het wordt sowieso 2-1. En ik hoop dat het ten faveur voor Nederland is. Voor ons. Ik geloof ook in een soort van massale telepathie. Hè? Van met z'n allen positief denken, dan gaat het gebeuren. Dus ik zeg, we gaan winnen met 2-1. Ik denk dat het zo gaat dat we echt met 1-0 achterkomen tegen dat zaalvoetbalteam die zo goed zijn. Die Iniesta, die zo ongelooflijk mooi kan pasen en schieten. En ik denk dat we daarna vlak voor rust 1-1 maken. En dan na rust gaan we een voorsprong nemen tot 3-1. Omdat dat geeft mij gewoon een beetje rust. Ik zou niet kunnen hebben dat je op 90 minuten nog steeds zit.